Ja. ja, voorzitter Marco Knippenberg van uh, SV Batavia. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe krijgt u dat nou toch voor elkaar? Nou, alleen het uh, komt. Een van onze uh, leden, die, uh, die kent Sarina heel goed. En die heeft daar uh, de vraag neergelegd, is er uh, de mogelijkheid dat uh, een van de Leuwinnen een keer uh, het damesvoetbal kon promoten bij Batavia. We hebben inmiddels zes vrouwen elftallen, dus we vonden dat wel een leuk, uh, leuk item om dat verder te promoten. Ja, en hoe is dat daarna verder gegaan dan? Nou, de contacten zijn wat gelegd en, uh, en uiteindelijk hebben we een, uh, hebben, heeft ze ons uh, verzoek ingewilligd. En aangegeven dat ze met uh, Lynette komt. Ja, en dan komt ze dus vanavond? Zeven uur. Hoe laat? Zeven uur? In de kantine gewoon? In de kantine, meet and greet. Dus alle verhalen, hoe alles gekomen is en uh, waar ze nu staat, dat willen we graag horen. Ja. En daarnaast hebben we een uh, fotograaf geregeld. Die gaat uh, allerlei leuke foto's maken met uh, iedereen die er is. Het zal daar goed vol zitten in die kantine? Ik, uh, ik hoop het wel, ja. Ja. Het is niet alleen voor onze leden, maar iedereen die voor vrouwenvoetbal houdt, uh, houdt, is uh, welkom. Oh, als ik nou denk, uh, mensen die dit horen van Hedewilk langs, dan kan dat dus dan gewoon? Dan kan dat gewoon. Okay. Ma Mannen ook? Mannen ook. Ja, je komt de damesvoetbal promoten, maar ja. Als ik nou fan ben van de Oranje Leeuwen en ik wil met haar op de foto, toch? Ja, dan. Uh... Maar er staat tijd voor. Je hebt het over zes elftallen al van je eigen vereniging. Mm -hmm. Dat is zes keer elf minimaal, 66 man. Ja. Moet elke minuut moet er iemand met haar op de foto. En heb je de ja. buitenstaanders heb je nog niet. Ja, ja dat, dat zien we dan wel. Ja, ja, misschien wordt het straks. wel een groepsfoto. Maar ja, oh, we hebben we de, de doelstelling om het iedereen uh, met haar op de foto te kunnen. Ja. Ja. Kost dat nou geld om die vrouw naar Lelystad nee, te halen? Nee, nee, nee echt dat is niet? Pure koetwil. Leuk. Ja, oké. Okay. Ja. En maar, maar zes uh, dames dameselftallen, ja. zeg je. Dat is, dat is aardig wat. Dat is aardig wat, ja. ja de club is uh, enorm gegroeid. En uh, wij wilden dat ook heel graag. Want op het moment dat je damesvoetbal er binnen haalt... verandert ook je cultuur binnen je vereniging. En dat is een plezierige ontwikkeling. Maar merk je dat ook bij ouders dat dat anders wordt? Want ja, nou wat zou ik zeggen? Uh, ik doe het voorzichtig. Vijftien uh, jaar geleden, tien jaar geleden was het... Uh, als, als, als vader en, en je had allemaal dochters... dan was het van, hey, ja jammer dat ik geen jongen heb... want dan kan ik niet naar voetbal. Maar dat is, zie je dat bij ouders ook? dat een omslag gekomen is? Nou ja, ik ben er zelf een. Oké. Oh, ik, uh, ik heb een dochter van acht en die is fanatiek voetballer en die wil niet in een dameselftal die wil met jongens voetballen. Oh. Dus ja, je ziet gewoon een heel andere kentering komen in, het, in, de, in de voetballerij. Ja, duidelijk. maar kan dat ook bij jullie? Dat, dat je als meisje bij de jongens ja, mee voetbalt tot, tot, tot tien en dan ga je wel door naar een damesafdeling. Oh, dan al. Waarom is dat? Waarom haal je het dan uit elkaar op die leeftijd? Nou ja, dan zit je toch met, met douchen en dat soort zaken omkleed uh -huh. in een klein Maar worden de jongens okay. dan nog sterker? Nou weet ik niet. Dus ik, namelijk, ik wil niet opscheppen over mijn eigen dochter vanaf als ik DC voetballen, dan kan daar nog een menigje ja. van. Uh... Volgens mij komt dat iets later. En juist uh, tot die omslag komt, ik denk dat dat meer zo is. Als, uh, als we naar de middelbare school ja, gaan. Ja, ja. Is het er volgens mij juist heel belangrijk uh, dat ze qua fysiek en, en qua spel uh, juist in gemengde elftallen hebt, toch? Nou ja, daar leer je wel het meest ja. ja. Hoe meer weerstand. Dus te beter word je. Ja. ja. En hey Marco, zes uh, dames, heb je hebben die allemaal een leuke competitie te spelen. Of spelen ze vooral op zaterdag tegen elkaar altijd thuis? Nee, het is elke week uh, een reële competitie. Dus uh, er gaan de hele Veluwe over. Ja. He, dus uh, we hebben zelfs een Dames-Een. Dus uh, ja, je moet wel eens naar Barneveld. Natuurlijk. Misschien was eens een keer naar Apeldoorn. Maar het zijn gewoon complete competities, dus dat maakt het wel heel erg leuk. Ja. Ja. En dan kun je ook pro promoveren en degraderen, ja. of zit er ja. onder en boven ook niet. Nee, ja. Dus het, het aantal best... is dusdanig gegroeid dat er gewoon uh, ja. degradatie en, uh, en promotie uh, Is vergelijkbaar, ja. dus met de ja. met jongens. Ja, ja. ja. mooi. Je hebt ook hele competities in ja. Nederland door. En wordt er wat gepromoveerd? Uh, nou, niet dat ik direct weet, maar ja. Klopt gewoon lekker. Kijk, wij zijn uh, als, als clubje nu een aantal jaren echt bezig. En uh, nou, dat dat nu een ontwikkeling krijgt, dat is gewoon mooi. Je ziet wel dat de elftallen nu beter worden. Er staan ook volwaardige trainers op. Ja. Dus je moet daar ook de, wel de juiste aandacht voor geven. En niet zeggen van, nou, het is leuk om erbij te hebben. Ja. Dus je moet er wel de juiste aandacht aan geven. Ja. En vanavond is toch de bedoeling dat er ook gevoetbald gaat worden met Lynette, of dat niet? Nee, dat niet. Nee, nee, okay. Het is puur een uh, bijeenkomst in de kantine. Oké, okay. 7 uur de kantine van uh, misschien op de fiets komen als het druk wordt. Ja, dat ja dus gauw vol daar bij de ja, Toppersbank natuurlijk. Ja. Lynette Berenstein uh, om 7 uur bij Batavia. Hartelijk dank. Dank je wel.